komen nog later nog terug op hoe we de middelen van de NS specifiek gaan inzetten voor een aantal doelgroepen binnen Google. Maar dat gaan we jullie later bekendmaken. Graag nu wat aandacht voor onze mediapartners. En ik wil beginnen bij de AVRO, want komend jaar zijn zij voor het tweede jaar mediapartner op televisie, radio en internet. En dat wordt komend jaar weer veel meer inhoudelijk dan wat we al gezien hadden vorig jaar. En we hebben ook een nieuwe presentator voor televisie. Hij noemde Google al bij de Wereldwijd Door, daar was ik wel heel blij mee. Maar graag introduceert hij ook zichzelf. Beste mensen van Google, beste Joop en Janneke, beste collega's van de pers. Ik kan helaas niet bij zijn vandaag te verschijnen, dus een videoboodschap vanaf een koude, winderige, hoofdstedelijke gracht. Normaal gesproken ben ik onderweg de schoppen van de Amsterdamse grachten, want hier woon ik werken. Hier ga ik naar het museum en naar het theater. Maar als de zon komt, als die komt, dan reis ik graag af naar de zee. Mooier dus nog als daar cultuur bij komt. Ik verheug me erop om straks in juni met de collega's van radio, televisie en internet van de AVRO naar Terschelling af te reizen om daar het dagelijks programma Opium op Oerol te presenteren. Want ik hou van theater en muziek en beeldende kunst. Oerol is een van de leukste festivals van Europa, zeggen de mensen tegen mij. En Oerol blaast het experiment en het avontuur elk jaar weer opnieuw leven in. Dus, ik zou zeggen, veel succes met de voorbereidingen. Ik verheug me op mijn komst in juni. Tot u zag Cornel Maas met de zogenaamde Flip, een klein videocameraatje waar u ook nu Joop mee ziet. Niet alleen Joop is al wekenlang bezig met dit cameraatje, maar ook een aantal gezelschappen zal in de komende weken zo'n cameraatje krijgen. En ook de bezoekers van Google zullen tijdens het festival voorzien worden van zo'n cameraatje, om daarmee hun belevenissen te kunnen laten zien op oerol.avro.nl. En zo volgt de AVRO van allerlei invalshoeken het festival. AVRO heeft haar residentie dit jaar in de STOK. Dus waar ze vorig jaar best te klein waren, zal nu vanuit de STOK hier op West de hele dag crossmediale opnames, uitzendingen en optredens plaatsvinden. Dus dat wordt een goede broedplaats waar iedereen naartoe kan. Dan nu graag de aandacht voor om